Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om de landelijke Europa-run in het Pinksterweekende door te laten gaan. Het team Blijven Lopen, KNP Zittert, vond toch een manier om op een alternatieve wijze toch van start te gaan op deze Pinksterzaterdag. Het start- en eindpunt van deze run is het Fortuna Sittert Stadion. Deze hele zaterdag was het erbarmelijk weer, met veel regen en wind. Maar wat is eigenlijk de Europa-run? Oh, de Europa-run is een non-stop estafette van Parijs naar Rotterdam. Dat gaat over 500, 550 kilometer. Dat speelt zich normaal gesproken af in het Pinksterweekend. Die wordt georganiseerd door de stichting Europa-run en stichting in Schiedam. Die de opbrengst van deze tocht ten doel stelt om de goede doelen en vooral zorgen kanker, doelen die met kanker te maken hebben of daaromtrent om die te steunen. En de stichting Europa-run die steunt jaarlijks toch zeker 200 doelen. Veel in het westen van het land, maar dat breidt zich ook heel langzaam uit over de rest van Nederland. Ze willen die naamsbekendheid wel wat verder naar beneden brengen. En je ziet tegenwoordig ook in Frankrijk en België, waar die toch natuurlijk doorheen komt, zie je aanvragen voor initiatieven. En ja, we zijn nu vandaag bij Bronnerhof, dat is ook zo'n voorbeeld daarvan, die gesteund worden door Stichting Europa-run. Om ja, voor hun dan die verbouwing van dit hospice mogelijk te kunnen maken. Daar doen aan de Europa-run jaarlijks zo'n 300 tot 400 teams aan mee. Net zo'n team als wij Blijven Lopen. Sommige teams die zijn natuurlijk wel wat krachtiger dan wij, maar ja, wij proberen ons steentje bij te dragen en ja, een 10.000 euro te sponsoren aan de stichting Europa-run. Bo Breukers, Fortuna Sittert, welke rol speelt hij bij de Europa-run dit jaar? We hebben een langdurige samenwerking samen met het team afgesloten, waarbij we eigenlijk tijdens deze eerste soort van warming-up richting de grote Europa-run vooral faciliteren. We hebben twee busjes ter beschikking gesteld, waarbij alle overige leden die niet aan het rennen of aan het fietsen zijn zich kunnen verplaatsen. Daarnaast hebben we twee gebruikte wedstrijdshirtjes van twee spelers van ons, Ben Rienstra en Zian Fleming, ter beschikking gesteld. Die als het goed is geveild gaan worden. En de opbrengst gaat ook volledig naar het team. En verder zijn we vertrokken en eindigen we ook vanuit het Fortuna Stadion. Dus het is een kleine warming-up richting de grote Europa-run die dit jaar in oktober zal plaatsvinden, als ik me goed kan herinneren. En vanuit daar willen wij echt intensief gaan samenwerken, waarbij we gebruik willen gaan maken van ons sponsornetwerk, eventueel een of andere manier van geld ophalen tijdens een wedstrijd of tijdens op een online manier. Dus vanuit daar willen we intensief gaan samenwerken. Twee shirtjes van Fortuna. Dankjewel, dat zal mijn maat zijn, denk ik. En dan aan de andere kant. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Het team Blijven Lopen liep eerst van het Fortuna Stadion naar Maastricht, waar ze een cheque overhandigden aan de stichting Mens achter de patiënt. En van daaruit togen ze naar de Bronnerhof in Born. In Born hadden ze al 60 kilometer afgelegd en moest er nog teruggelopen worden naar het stadion. In deze estafette-run liep telkens een deelnemer die gevolgd werd door twee fietsers. Een zware opgave onder deze omstandigheden. Oké, Martin, fijn dat we mochten komen en ons Europa-run team Blijven Lopen. Wij zijn heel erg trots dat we samen op stap zijn gegaan voor het idee van Europa-run. Samen hebben we... We maken ons sterk voor het goede doel, jullie voor de palliatieve zorg en de stichting Europa-run. Ja, die sponsort nogal behoorlijk voor al deze goede doelen en om daar een bijdrage aan te leveren. Jullie zijn door de stichting Europa-run al behoorlijk steuntje in de rug geholpen om weer een mooie verbouwing mogelijk te maken. En wij als team hebben de eer om jullie daar symbolisch dan het bedrag voor te overhandigen. Namens de stichting Europa-run denk ik dat dit een fantastisch bedrag is dat jullie bedrag in elk geval een heel eind op weg haalt om deze enorme verbouwing te kunnen laten plaatsvinden. En wij hopen zo op deze manier het idee Europa-run verder te mogen verspreiden hier in het Limburgse. En dan als we in oktober de echte Europa-run gaan lopen, dan hopen we dat we daar weer een fantastisch evenement van kunnen maken en dat we het ook financieel natuurlijk weer aantrekkelijk kunnen maken voor de stichting Europa. Hartstikke bedankt. Heel erg bedankt. Ja, een aangename verrassing. Ja, zeker een aangename verrassing. Die 47.000 euro, dat is voor ons een geweldige opsteker om die verbouwing die toch een flinke hoeveelheid geld kost om die mogelijk te maken.
En op dit moment de geld is bedoeld voor drie kamers die we extra krijgen. Dus kamers met sanitair en alles die bedoeld zijn om ook de mogelijkheid te hebben om mensen die waarbij de mantelzorg is uitgevallen of die een overbruggingszorg, dus dat ze nog moeten naherstellen van operaties en dat soort dingen, om mogelijk te maken dat die bij ons terecht kunnen. En daar is dat geld voor. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog de verbouwing, een nieuwe lift en een nieuw dak en wat ik allemaal. Het is een monumentaal pand. Het is een pand wat door Wilders is gebouwd, de architect Wilders. En dat moest echt noodzakelijk een nieuw dak hebben. En daar hebben we ook subsidie voor gekregen nog van het Rijk. Maar niet voor die kamers, dat moest apart. En daar zijn we heel blij dat Roperund ons in de gelegenheid stelt om die kamers alsnog goed te kunnen realiseren. Want jullie zijn voor het merendeel afhankelijk van giften? Wij zijn voor het merendeel afhankelijk van giften. Ja, we hebben natuurlijk, je hebt natuurlijk altijd een basis wat wel gefinancierd wordt. Maar het grootste deel wat wij nodig hebben om het in stand houden van dit hospice is door middel van donaties. Maar en we moeten eerlijk zeggen dat wij heel blij zijn dat wij heel populair zijn wat betreft de donaties. Dat de mensen ons, heel veel mensen ons in het hart dragen en zeggen van dat is goed werk en daar doneren wij aan. En daar zijn we heel blij mee. Het bezoek van het promotieteam van de Landelijke Stichting Roperund was een complete verrassing voor het Blijven Lopen team. Er werd in de stromende regen gedanst, gezongen en geklapt op deze ondanks het slechte weer gezegende dag. En in oktober gaat de echte Roperund plaatsvinden en dan zal het team uit Sittard natuurlijk ook weer deelnemen en de verdiensten zullen dan weer naar de Bronnerhof gaan.